Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag. Wat is de datum? 23 oktober. En dit is mijn eerste dag dat ik weer thuis ben in Nederland. En op zo'n dag als vandaag moet er altijd heel veel gebeuren. Want dan heb ik allemaal afspraken staan die ik in Engeland niet kan doen. Zoals nu ben ik onderweg naar de chiropractor. En ga ik weer even gekraakt worden, want dat is weer even nodig. Volgens mij zit mijn rug weer vast. En van alle vallen met het schaatsen heb ik één keer in de zoveel tijd de chiropractor nodig. Daarna gaan we snel naar huis en dan moet ik een nieuw paspoort aanvragen, want die van mij verloopt, dus ik moet hem verlengen. En daarna, vanmiddag heb ik een fotoshoot, moet ik 3 meiden opmaken en het haar doen. En daarna ga ik mijn verjaardag vieren, want ik ben zondagjarig en dan word ik 19. Dus drukke dag en ik ga jullie meenemen en laten zien wat er op zo'n dag zondag gebeurt. Ik heb de behandeling overleefd. Mijn rug moest behoorlijk gekraakt worden. En mijn schouder, mijn nek, eigenlijk alles. Maar goed, nu staat, als het goed is, alles weer helemaal goed en recht. En kan ik weer een tijdje verder. Dus we zijn nu onderweg naar huis en ik wil letten. En als ik thuis ben, dan ga ik snel door mijn paspoort aanvragen. En daarna moet ik me klaarmaken voor de shoot die ik straks heb. Dus nu snel naar huis. Paspoort is aangevraagd. Nou, nu wat gaan we in de stad doen eigenlijk? Oh, we gaan even naar Rituals, hè? Even kijken. En dan straks naar huis. En dan verder mijn tas inpakken met make-up spullen. Koffer inpakken. En dan om 3 uur naar de shoot. En dan vanavond verjaardag vieren. We zijn nu halfwege de dag. 2 afspraken gehad. Bijna klaar voor vanavond. Zeg even hoi meiden. Hoi. Zeg even wie je bent. Ik begin bij jou, Tata. Oh, ja. Ik ben René. En jij bent de dochter van? Ed. En dit is Ed. Edje. En wie hebben we hier? Ilse. Heb je het goed gehad? Ja, dat was heel leuk. Hartstikke mooi. Ja? Ben je blij met de modellen? Fijn. Nou, we hebben ook best wel een mooie studio, vind ik hoor. Super hè? Ja. Ja, nou ja. En ik heb hier mijn stationnetje met make-up. We zijn nu bijna klaar. We gaan ze straks nog met z'n drieën even. Kom eens hier. Een mooie meid. Goed gedaan. En dan nog met z'n drieën en dan zijn we bijna klaar. Ik ben thuis en kijk wat mama gemaakt heeft. Pannenkoeken, dat mis ik in Engeland. De thuis, ja, de homemade meals, zeg maar. Vanochtend chiropractor geweest, paspoort verlengd en daarna naar de shoot geweest. Tot 7 uur geshoot. En nu ben ik moe, maar ga vanavond nog even verjaardag vieren. En dan is het alweer einde van de eerste dag in Nederland. Dus ik ga snel eten en daarna ga ik me klaarmaken voor vanavond. En dan komen al mijn vriendinnen hier naartoe.